Vrijdagmiddag werd op de nieuwe locatie van de vrijwilligerscentrale een convenant ondertekend. Hierin werd afgesproken dat de verschillende organisaties op het gebied van werk de krachten gaan bundelen. Doel is het verbeteren van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het convenant werd ondertekend door Rabobank Rijk van Nijmegen, zorgorganisaties Driestroom en Plurijn, Startup Nijmegen, het Werkbedrijf, Kennisplatform De Nieuwe Arbeid en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Een bijzondere geboorte in de Bisonbaai afgelopen week. Een wit Galloway-kalfje werd geboren. In de 20 jaar dat daar kuddes grazen is dat nog nooit gebeurd. Meestal zijn de dieren bruin of zwart. Volgens de beheerder van het natuurgebied heeft het dier een bruine vader en een zwarte moeder. Maar is het kalf door de samenstelling van de genen toch wit? Organisatie en gebiedsbeheerder Free Nature verwacht dat het kalfje de komende dagen extra bekijkt zal trekken, maar vraagt bezoekers minimaal 25 meter afstand te houden en het dier niet te aaien of te voeren. Ferdi Kadıoğlu heeft donderdagmiddag een belangrijk aandeel gehad in de overwinning van Oranje onder 19 tegen de leeftijdsgenoten uit Finland. De 17-jarige middenvelder gaf vlak voor tijd de assist op Justin Kluivert, die Kadıoğlu's inzet tot goal promoveerde. Na 90 minuten stond er een 1-0 eindstand op het scorebord. Kadıoğlu werd in de blessuretijd vervangen door Rodney Kongolo.